Nou, in de film worden kinderen altijd geboren. Die komen onder zo'n groen doek vandaan en zit niet eens meer een navelstreng aan. Nou, in werkelijkheid zit er natuurlijk nog wel een navelstreng aan die baby. Dus die kan niet zomaar met je partner mee de kamer uit, zeg maar. Dus je krijgt je baby ook altijd meteen op je borst. Omdat, ja, het kan niet verder, want die navelstreng is niet heel erg lang. Nou, in Nederland knippen ze de navelstreng niet meteen door. En dat heeft ermee te maken dat de baby nog even wat hulp van jou nodig heeft in die eerste minuten. Ja, anders moeten ze gelijk alles helemaal alleen doen en dat is best wel lastig. Dus ze laten de navelstreng altijd even een beetje openstaan, zoals dat heet. En dan wordt hij pas later doorgeknipt. Daar kan echt een aantal minuten tussen zitten. Ja, dus dat die navelstreng er nog aan zit, is dus helemaal niet erg. De film klopt dus niet, de werkelijkheid wel. En je verloskundige beslist wel wanneer je navelstreng doorgeknipt moet worden.